Goedemorgen, lieve mensen. Vandaag is de dag. Ina en ik gaan van telefoon wisselen. Ik heb het idee dat zij het een beetje is vergeten. Dus ik denk als ik het straks omwissel, dat ze dat niet zo leuk vindt. Merry Christmas! Mensen, het is Kelsember, de maand waarin ik elke dag een video upload zolang jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. Like deze video, want bij zoveel likes komt er morgen weer een nieuwe. Daarnaast maak je elke dag kans op een gratis Calvin hoodie. Je ziet ze hier, ze zijn fantastisch. Elke dag geef ik er één gratis weg. Als jij kans wil maken op die gratis hoodie, laat dan even je Instagram achter in de reacties. En volg mij op Instagram, @Calvin, dan maak je kans. Het is heel simpel. Hey, hier terug bij Doos Luisteraar. Niet mijn telefoon afpakken. Wie Je wist dat de afspraak was. Ja, maar ik ben naakt! Ik wil mezelf. Nee, lang van kort. Dikke vet. Oké, jongens, we zijn onderweg. Ik heb de telefoon van Nina. Ik heb alleen één probleem. Namelijk, ik weet dat ik om 10 uur een afspraak heb in Amsterdam, in Oost ergens. Ik weet alleen niet precies welke straat. Maar ik ben er wel 5 minuten te laat. Ik kan wel googlen. Ja, dat gaan we even doen. 2 uur lang heb ik deze prachtige telefoon. Ik heb een afspraak gehad. Ik weet niet precies wat ik ermee moet. Wat ik wel heb gezien is dat Nina flink gebruik heeft gemaakt van mijn telefoon. Wat heeft deze vrouw te vertellen? Goedemorgen. Kelvin en ik hebben vandaag gewisseld van telefoon. Ik ben benieuwd wat jij zou doen als je Kelvin's telefoon voor 1 dag hebt. Dus laat me vooral eventjes weten. Oké, ik heb Kelvin's telefoon. Ik ging even checken wat voor apps hij heeft. Niet op zich hele boeiende apps. Doe wat aan je mail, meneer Boemer, want dit kan echt niet. Esther, kom eens. Ik heb Nina haar telefoon. Ja. Wat zou jij doen? Ik zou iets liefs doen voor haar. Zoals? Een nieuw hoesje kopen. Vanochtend kreeg ik al wat appjes binnen van mijn management. Dus die ben ik gewoon heel netjes aan het antwoorden als ik er Kelvin ben. En waar ik dus wel nieuwsgierig naar ben, is dat hij heeft natuurlijk ook mannengroepsappen. Dus één met Quintenpol, Jart en Peter. En één met onze buurmannen. En ik ben gewoon nieuwsgierig wat er in zo'n appgroep vandaag wordt gestuurd. Alleen, het is 11:15 en in allebei de groepen is dan niks gestuurd. Maar ik moet toegeven, tot nu toe is het echt saai. Goedendag, ik zoek een telefoonhoesje. Dit is een telefoon van mijn vriendin, die heb ik vandaag. Maar ik kan natuurlijk niet met zo'n hoesje over straat. Ik moet toch iets stoerders hebben. Kijk, dit wil je. Dit is welvaart. Helemaal. Dank jullie wel. Oké, fijne dag. Hoi, hoi. Het eerste wat ik ga doen is, en dit is echt super triest. Ik kan op mijn eigen Instagram niet die filters gebruiken. Dat ik kan zien hoe mijn haarkleur wordt, als het roze is of geel. Dus ik ga nu via Kelvin's telefoon checken hoe mijn haar is. Sorry voor deze niet interessante content. Roze, zwart, oh heel blond. En het is nu hier maar een heel leuk wachtmuziekje achter. Dames en heren, we onderbreken deze uitzending voor een korte mededeling. Het is Kelsember en dat betekent natuurlijk elke dag feest. En naast elke dag een video van mij checken kun je nu ook vet veel prijzen winnen. Ik ga je vertellen hoe in samenwerking met McDonald's. Elk jaar in december organiseert McDonald's een digitaal event in de McDonald's app. Dit zijn dagelijks wisselende gratis minigames die gespeeld kunnen worden van 1 tot en met 23 december. En als je wint, ontvang je een X-medal en daarmee maak je weer kans op heel vette dagelijks wisselende prijzen. Ga het beseffen. Vandaag kun je het spel spelen genaamd Whack a Big Mac. En daarmee kun je een fantastische prijs winnen, namelijk een baller outfit. Dus download de McDonald's app en speel de 23 X-Masters minigames en gun jezelf een extra cadeautje deze maand. Terug naar de video. Let's go. Ik ben even naar Mackie gegaan, want ik had honger. Toen kwam ik op een idee om stories te maken met Nina haar telefoon. En dan pakken we de audio van haar vlog en die stoppen we onder de story. En dan ga ik die posten. Ik ga straks even editors van mij bellen om te vragen of ze tijd voor hebben om dat even in elkaar te flansen. Ja, ik moet toch wat, hè? Voor de mensen die het niet weten, mijn eigen kookboek is live. En vandaag krijg ik de eerste druk. Dus ik ga natuurlijk Kelvin's socials even gebruiken om mijn... Jongens, de eerste echte boeken, de eerste druk is binnen. Bedankt Kelvin, voor jouw publiek. Morgen. Morgen. Tomaten plukkers. Hey, zijn jullie aan het werk? Ja, we zijn aan het werk, ja. Oh, ik maak vandaag een filmpje dat ik van telefoon wissel met Nina. Ja. Ik heb een paar stories gemaakt. Of jullie daar audio van een vlog van haar onder kunnen zetten. Yo, later. Kijk, dat zijn de mannen. Het plan is dus als volgt. Ik wil stories naar hun sturen. Dan gaan zij audio eronder zetten. Dan ga ik dan vervolgens op Nina haar story plaatsen. Dat moet snel gebeuren. Gotta keep my game up high, man. Yo, hey. Hoezo kan jij appen via je laptop? Ja, dat kan blijkbaar. Dat vind ik kinderachtig. Dus weet je wat ik ga doen? Nou? Ik ga even je telefoon uitzetten. Kan je even lekker niet appen? Kan mij het allemaal schelen. Doei. De vraag is af, hoe kan ik met Nina bellen? Nou, ik bel dus eigenlijk met mezelf. Oké, ik ben op kantoor. Ik kwam erachter dat hij gewoon via zijn laptop kan whatsappen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb zijn telefoon heel even uitgeschakeld. Hoezo zijn we offline? Zijn wij offline? Nee, Dreri. Nina en ik wisselen vandaag van telefoon.
Dus het leek mij grappig. Ze nu even een dickpic naar mij stuurt. Nee, als je iets naar mij kan appen, wat zij eigenlijk niet mag weten. Dus bijvoorbeeld, ging je dat aanzoek nou op 6 of 7 december doen? Ja. En dat zij dat dan binnenkrijgt en dat ze denkt, yo, what the fuck. Ik verzin wel iets. Succes. Als we bezig zijn, zijn we bezig. Goedemiddag. Hallo. Sorry, met wie spreek ik? Met wie spreek ik? Ja, volgens mij ben ik verkeerd verbonden. Oh, dat kan. Oké, sorry voor het storen. Dit krijg je zo ook de hele dag als je de telefoon van Kelvin hebt. Dat je gewoon constant anoniem wordt gebeld. Deze jongen dacht waarschijnlijk dat hij Kelvin aan de telefoon kreeg. Maar helaas, de feest ging even niet door. Tijd voor een beetje plezier, jongens. Het is nu 3:00 middags. Ik heb eindelijk mijn stories binnen. Sorry dat ik niet zoveel heb geplaatst. Hier een overzicht. Ik heb mijn lieve editors de instructie gegeven om het gewoon weird te maken. Dus het is mooi, het is mooi, het is mooi. Kom, we gaan. Deze kussens kan je dus afritsen. Amazing. Rondkleed, er slapen wel eens 2 mensen op. Vond ik super gezellig. Erg belangrijk. De kussens kan je dus afritsen. Erg belangrijk. Oké, top. Even kijken, die groenten hier. Onder zit allemaal wasverzachter. En wasmiddels allemaal 1-1 gratis. Dit lijkt altijd zo gesponsord. Alles 1+1 gratis. Oh my god. Oh, Nina gaat dit echt niet chill vinden. Loopt ze even met haar 500.000 volgers stories te maken over zoete aardappelen. Kijk, doen we even de Mackie ertussen. Dit is denk ik toch wel mijn paradijs. Daarom ga ik nu voor een omeletje met groenten. Het is wel vrijdag, dus misschien zit ik vanavond weer aan de chips. Even typfout op maat. Had honger jongens. Sorry. Het zijn de kutste stories ever. En dan de absolute klapper. De hamburger van de Mac. Hier is jullie grote keukenprinses. Het ziet er van de zijkant niet heerlijk uit, maar het ruikt echt heerlijk. Oké. Sound on. Zet ik erbij. Zodat mensen het in ieder geval horen. Boom. We did it. Dan ben ik ook wel even benieuwd wat Nina op mijn story geknald heeft. Want die vrouw die heeft volgens mij aardig lopen storyen vandaag. De eerste druk is binnen. Loopt ze nou gewoon de boek te verkopen? Moet toch de grootverdiener blijven? Straks verkoopt Nina heel veel boeken. Kan ze eens voor zichzelf zorgen? Oké, jullie zeiden verder allemaal dat ik dingen met Apple Pay moest gaan bestellen. Ik ga kijken wat ik kan doen online. Misschien kan ik mezelf een leuke doodje geven of zo. Nou, ik heb nu nog een 1,5 uur ongeveer om even los te gaan op deze telefoon. En ik heb honger. Heeft Nina Uber Eats? Volgens mij wel. Ik heb nog meer zin in McDonald's gekregen door al die stories. Big Mac voordeel menu. Kan mij het schelen? Groot. Beetje Coca-Cola erbij, jongens. Nou, laten we even een flinke fooi doen. Hier, 10 euro. Maximaal 10 euro. Ah, 10 euro fooi. Kan mij het allemaal schelen, joh. Ik heb verdomme gratis een Big Mac menu besteld. En het is vrijdagmiddag. En vrijdagmiddag betekent natuurlijk bier. Geen pils? Wat is dit nou weer? Alcohol! Ja! Dit is letterlijk een knop met alcohol. Ik kan toch verdomme nog wel tegenwoordig even een biertje bestellen. Nou, ik vind het idee was leuk. Maar de uitvoering is minder. Je hebt voor dat of een Face ID nodig. En dan kan je één ding vertellen. Ik ben niet op Kelvin. Of zijn wachtwoord nodig als Apple ID. En die heb ik ook niet. Brouwerij het ei zatte! Fucking lekker. Wat doen we er? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komt een maatje van mij nog. 7, 8, 9, 10. 45 euro aan bier. Helemaal te gek. Gratis bier! Dit is heel irritant. Bedankt. Kijk jongens, ik eet niet vaak McDonald's, maar als ik het eet, dan het liefst gratis. En dat is gelukt. Ik vind het een beetje een tegenvaller. Hij wordt of alleen maar onbekend gebeld door mensen die denken dat ze Kelvin aan de telefoon krijgen. Nou, kan je vertellen, dat krijgen ze niet. Hij krijgt alleen maar zakelijke appberichtjes binnen. En ik probeerde met Apple Pay te betalen. Nou, dat wil dus ook niet, want dan heb je dus een Face ID nodig. Maar ik ga kijken wat hij zo meteen allemaal heeft uitgehaald. Lieve mensen, ik kan er heel kort over zijn. Mijn weekend is begonnen. Als we dan toch aan het chillen zijn, wat zou je dan doen? Ik heb de volgers het maar even gevraagd. Heel veel foto's van mezelf maken, deze overal als achtergrond instellen. Dat vind ik wel een goed idee. Namen van contacten veranderen in het telefoon, zegt haar broer. Stefan, je bent geniaal! Ik word gebeld door mensen die ik niet ken. Ik moet toch nog iets leuks doen. Dus ik heb besloten om de WhatsApp-namen van zijn vrienden te veranderen. Dus als hij denkt dat hij Quinten belt, dat hij Pompelijk Paul belt. En als hij Jart belt, dat hij eigenlijk Peter belt. Ja jongens, dit is het level van humor. Oké, we beginnen even met de achtergrond. Dus wat mij grappig lijkt is om een oude lelijke man op elke achtergrond te zetten. Dit is een goeie. Gebruik als achtergrond. Oké, top. Even die WhatsApp foto even aanpassen. Even deze volledige eindbaas. Oh, lekker. Dit is een telefoon. Kijk hoe mooi. Veel van jullie zeiden ook gesprekken lezen. Ik open haar WhatsApp. Ah, ik ben Pisslink. Nina loopt gewoon de hele dag door. Alleen maar te appen. Met één persoon. En ik heb dit nooit geweten.
fucking Glenfontein. Verdomme! Ik moet haar hier wel even op aanspreken, denk ik. Want is niet best. Hier, fuck. Oh, leuk. Ik heb er even een nieuwe mannelijk hoesje gehaald. Een lelijk logo. Hoe heb je het ervaren? Nou, ik vond het dus echt heel saai. Je krijgt alleen maar werkappjes binnen. Ik wou dingen met Apple Pay betalen, maar had ik een Face ID nodig. Dat lukte ook niet. Ik had allemaal bestellingen geplaatst. Nou, ik moet jou ergens mee confronteren. Wat nou? Waarom app jij heel veel met één bepaalde jongen? Wie dan? Is dat irritant dit? Nou, heb ik ook leuk nieuws voor jou. Ik heb ook allemaal contactpersonen gewisseld. Dus zoek lekker maar uit wie is. Jezus, krijg je het... Wat heb je allemaal veranderd, Kelvin, aan mijn telefoon? Ik krijg letterlijk allemaal zulke dingen. Toen dacht ik, nee, we gaan toch niet van die kinderachtige kutdingen doen. We moeten toch een beetje humor hebben. Ik dacht... Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het fantastisch. Ik heb gratis bier gedronken. Ik heb gratis eten gehad. Wat dan? Ja, echt ongelooflijk. Hoe vond je dat bier dan? Je hebt helemaal niks betaald met mijn pas. Ja, ik heb er ook niet voor betaald. Wat heb je dan gedaan? Kelvin, het is al laat. Wat is er nou? Ik heb gratis bier. Het is niet van mijn rekening af. Ik heb net gecheckt. Dus je hebt niet met mijn pas betaald. Nou, je creditcard stond er. Mijn creditcard? En Uber Eats. En ik heb de man van Uber een kleine fooi gegeven. Bijna 80 euro heb je van mij uitgegeven. Nee hoor. 25 euro, 48 euro, 10 euro. Dat is... probeer dat maar... Dat is jouw creditcard. Was dat alles? Was dat het ergste is? Heb jij nog leuke apps gekregen? Ja, alsof jij mij zaterdag een huwelijk ging vragen. Nou, ik kan iedereen vertellen, dat gaat niet gebeuren. Wil je dit, moet je eraf halen? Nee, dat mag lekker zelf doen. Veel plezier met je kuttelefoon. Je gaat gratis bier drinken.